De webstudio moet snel gaan en dat wordt met maar twee mensen bediend. Allee, of zelfs de bedoeling is dat met maar één persoon bedient. Dat heeft natuurlijk ook gevolgen aan een eindredacteur die dat anders bij een journaal, bij een klassiek journaal, vooral met inhoud bezig is. Dat wij ook met andere dingen bezig zijn, zoals technische zaken, zoals cueën van SVO's. En ben ik ietsje minder met eigenlijk de core business van een eindredacteur bezig. Terwijl als ik Laat Journaal heb en ik heb heel die machinerie en de automatisatie van het journaal, dan moet ik me daar allemaal geen zorgen over maken. Terwijl Tinkerlist zou zeker voor de webstudio dat ook allemaal kunnen automatiseren en vergemakkelijken. Het is daarmee dat we ook blij waren met het project bij Stadium en Tinkerlist. Gaat dat ons daar zeker bij helpen?